Medewerkers van casino's doen woensdag mee met de actie van Cibrano Piquet. Zij willen hiermee van de overheid afdwingen dat die spoedig overgaat tot normalisatie van de casino-branche en andere sectoren. Nawien Rampertap, vertegenwoordiger van de groep, zegt dat de casino's intussen al een maand gesloten zijn en dat de medewerkers het financieel moeilijker krijgen. We zien dat eigenlijk de maatregelen die de overheid treft, een beetje aan de ene kant wordt het voordelig, komt er voordeligheid, aan de andere kant nadelig. En er zijn heel veel mensen die vinden dat er zijn COVID-protocollen, laten we met de COVID-protocollen werken. Maar dat doet de overheid niet. Een deel krijgt wel, een deel krijgt niet. En eigenlijk willen we nu erop komen van een situatie hebben van degenen die krijgen oké, toch? Maar de mensen die niet krijgen, dat de overheid dus gaat afstemmen met de casinohouders in de vorm van de belastingafdracht die de casinohouder moet geven aan de overheid. Weet je? Dat er compensatie geregeld wordt, dat elke casino personeel voor de maand januari de mensen gedeeltelijk uitbetaald wordt. Rampertap zegt dat het personeel eerst een ander actiemodel had gepland, maar naderhand toch heeft gemeend aan te sluiten bij het protest van Piquet. Hij onderstreept dat er geen politieke bedoeling achter zit. In eerste instantie hadden we in mind om in de binnenstad naar 5 grote winkels te gaan en voor die winkels te protesteren. Maar de mensen die bij de winkels werken, die werken bij de overheid zijn de gelegenheid stelt om te werken. Dus als wij daar gaan om te protesteren, toch, dan komen wij aan de mensen hun inkomsten. En dat willen we dus natuurlijk ook niet doen. De mensen die niet thuis zitten, toch, een deel heeft voor deze overheid gestemd, een deel niet. Maar ieder raakt ronder onder de rug. Bij ons gaat het niet erom dat de overheid naar huis moet gaan. Toch? Bij ons gaat het erom, de COVID-protocollen zijn er, laten we werken. Wij eisen normalisatie nu op. Nawien Rampertap over het besluit van casinopersoneel om mee te doen aan de actie van Cibrano Piquet woensdag. De minister van Volksgezondheid had de branche in december via de media uitgenodigd om te praten. Echter is dat volgens Rampertap nog niet gebeurd. Reden voor nog meer wrevel bij de medewerkers.